De dorpen nabij het Afobakka-Stuwmeer hebben geen last van het overtollige water dat vanuit het Stuwmeer wordt gepompt. Districtscommissaris Ludwig Mendelsohn van Brokopondo zegt dat de situatie niet zorgelijk is, ondanks alle vier kleppen van de stuwdam zijn opengemaakt om water uit het Stuwmeer te spuien. Het is alarmerend dat u weet, de huizen die te dicht bij het water zijn gebouwd, die gaan sowieso onderlopen. En in Lipduti heb je zo'n aantal van 3 huizen. En op Bakko heb je ook zo'n aantal van 2 tot 3 huizen. Ja, maar het is een situatie die men telkens weer ervaart als het water hoog is. Mendelsohn zegt dat enkele dorpen, waaronder Lebidoti en Bakko, bij hoge waterstanden altijd last hebben van overtollig water. Ten aanzien van de tegemoetkoming van de regering met voedselpakketten in verband met de economische crisis, zegt hij het volgende. Het verloopt vlot. Vandaag komt er een levering voor resort Brunswick en weer een andere levering voor resort Marshall Creek. Tot nu toe loopt alles volgens planning. Je gaat niet alles in kannen en kruiken hebben. Dat ga je nooit hebben onder de mensen. Je gaat mensen hebben die gaan klagen. Maar dan moet je weer afwegen als het geklaagd wel nodig is. We leven in een crisis. We weten allemaal van dat Suriname nu gebukt gaat onder de precaire financiële situatie. Dus dat is een situatie die ons allen bekend is, maar het is nu erger geworden met de koers die telkens weer omhoog gaat. De burgervader heeft nog geen recente statistieken ontvangen met betrekking tot de COVID-19 besmettingen. Hij zegt dat de bewustwording in zijn bestuursgebied wel een duw in de rug nodig heeft. Er zijn volgens hem veel invloedrijke personen die de informatiestroom belemmeren met fake news.